Welkom allemaal op deze ja, toch wel winterse dinsdagavond hier vanuit Parkhuis de Zwijger in Amsterdam. Bij een nieuwe aflevering van de Nieuwe Solidariteit. Dat is zoals altijd en ook vanavond weer een samenwerking tussen de Landelijke Cliëntenraad en Parkhuis de Zwijger. En we gaan het vanavond hebben over beschut werk. En voor degene die niet weet wat beschut werk is. Beschut werk maakt het mogelijk voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking dat ze kunnen werken in een omgeving die, het woord zegt het al, beschut is. En in die beschutte werkomgeving kan rekening gehouden worden met prikkels, met misschien wel aangepaste werktijden, een niveau van werk. En het geeft mensen ook ja, misschien wat extra comfort om het beste uit zichzelf te halen. En beschut werk is een goed initiatief. Mensen die hebben daar baat bij, daar gaan we het vanavond ook over hebben. Alleen het staat wel onder druk. Er zijn nog steeds te weinig beschutte werkplekken beschikbaar voor mensen met een kwetsbaarheid. En ook ja, de ontwikkeling van de sociale werkbedrijven, waar we veel over hoorden, ook vanuit de politiek. Ja, die toekomst ziet er ook zeker niet rooskleurig uit. Dus heel veel noodzaak om vanavond daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat doen we in deze prachtige studio. Fijn mensen die, dat jullie hier allemaal ook aanwezig zijn. En ook thuis kijken jullie mee en kun je ook vooral weer meedoen. Heb je nou een vraag en zit je thuis op de bank of ergens anders en je wilt die vraag insturen, dan kan dat. Ga daarvoor even naar www.menti.com en dan krijg je een infoveldje voor een code. En die code is 2575-8268. Ik haal het altijd een keer, dat doe ik nu ook. De code is 2575-8268. Even invoeren via menti.com. Dan komt je vraagje op het scherm terecht wat hier op de tafel ligt. En dan ga ik proberen om de vragen die ik ontvang, om die in een gesprek te betrekken ook. En zit je hier nou in de studio, niet getreurd, kun je ook meedoen. Steek dan even je hand op. Ik zal een paar keer vragen of er ook vragen zijn vanuit de studio. En dan zal ik zorgen dat er iemand bij je komt met de microfoon. En ook dat gaan we dan lekker in het gesprek betrekken. Goed, tot zover de introductie. En dan ga ik altijd, ja, het is toch een beetje traditie al, hè, of niet? Ja, ja. Zeker. Het went snel. Ja, ja, echt, hè? Ja, de eerste keer was leuk, de dag je kon gewoon weer terug. Ja, zo is het. En ik doe het graag. Fatma Kozakaya, voorzitter van de LCR. Fijn dat je er bent. Ik zei het al, hè, we gaan het hebben over beschut werk. Kun je eens uitleggen, waarom is het zo belangrijk dat we hier vanavond met elkaar daarover in gesprek gaan? Het is vooral heel erg belangrijk dat mensen die heel veel begeleiding nodig hebben vanwege een beperking die ze hebben, dat die ook de plek kunnen krijgen en in een omgeving kunnen werken waar ze ook gelukkig zijn en mee kunnen werken aan deze samenleving. En als dat steeds meer onder druk komt te staan, dan is dat natuurlijk voor de samenleving heel erg, maar voor de mensen nog meer. En daarom zijn we weer vanavond bij elkaar. Ja. Maar jullie hebben onderzoek gedaan, hè, naar een beschut werk? Ja, 2019 ja. Hebben we onderzoek gedaan. En heel veel mensen die geïndiceerd zijn, hè, voor beschut werk, die willen natuurlijk ook een plek hebben om te kunnen werken. Maar het aanbod is te klein, de vraag is te groot, blijkt. Maar het is ook zo dat heel veel mensen die in de oude regeling vielen en in beschut werk deden, ja, die langzaam uittreden, bijvoorbeeld vanwege pensioen, die plekken die kunnen weer door nieuwe andere mensen ingenomen worden. Maar die krijgen daar minder geld voor. Ja. Dat betekent dat het financieel heel erg moeilijk is voor ontwikkelbedrijven, zoals we ze nu noemen, ja, om die rond te krijgen. Ja, dus eigenlijk maakt dat ook weer dat het extra onder druk staat, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En ja, je hebt ook nog de banenafspraak, waar gemeentes voor verantwoordelijk zijn. En daar het gaat om ongeveer 100.000 iets meer banen. Voor mensen die in reguliere omgeving onder begeleiding ook kunnen werken. Mm-hmm. Nou, en daar is nog heel veel werk voor te doen. Sommige gemeenten doen het goed. Die doen zelfs meer dan gevraagd. Anderen halen het niet. Nee. En daar moet ook echt een keer een goede oplossing voor komen. Ja. Bijvoorbeeld dat je de gemeenten die het goed doen, dat ze daar extra geld voor krijgen. Ja. En gemeenten die het minder doen, die moeten dan een stimulans krijgen, denk ik. Ja, die gaan dan dat financieel wel voelen. Want uiteindelijk wil je wel datgene waar ze voor betaald worden als gemeente, dat ze dat ook gestand doen. En dat ze dus ook banen voor mensen creëren.
die dus daar aan de slag kunnen. Ja, snap ik. En die gewoon, ja, ook gewoon passend zijn. Hè? Ja. We gaan het straks ook met jullie uiteraard over hebben. Ik krijg een kleine melding van de productie. Of jullie even de flessen van tafel willen halen, sorry. Ja, dat viel mij net ook op. Ja, anders zou ik het zelf doen, niet. Maar mijn armen zijn niet zo lang. Dus als iemand anders dat wil doen, dan ben ik heel blij. Kijk, dan hebben we ook vrij zicht. Oh, kijk, kunnen we ook hier inderdaad... Ja, kijk, hartstikke goed. Ja, van tafel is van tafel, hè? Zo ja, nee. Is het. Helemaal eens, helemaal eens. Als we het doen, doen we het goed, hè? Zo letterlijk valt ik het niet op, maar ja. Die is goed. Ja, heel goed. Maar nu de flessen van tafel zijn, toch nog even een vraag. Want jullie hebben volgens mij ook het onderzoek aangeboden aan destijds minister Van Ark. Ja. En die zou ermee aan de slag gaan. Ja, die zou ermee aan de slag gaan. Maar minister Van Ark is weg. En dan hoop ik dat de nieuwe dat wel gaat doen, ja. Rola Schouten. En ik hoop dat we binnenkort ook aan tafel kunnen zitten. Maar het is natuurlijk een probleem die al langer speelt. In 2019 al het onderzoek gedaan. We zijn in 2022. Dus daar mag wel wat vaart achter zitten. Je hebt het heel erg gehad over de werkgeverskant. Hè? Dus de tarieven die je krijgt, hè, voor zo'n arbeidsplaats. Maar merken jullie ook veel dingen vanuit de werknemerkant? Dus de mensen die gebruik maken van zo'n beschutte werkplaats? Ja, natuurlijk. Mensen willen uiteindelijk... ook in hun eigen levensonderhoud zoveel mogelijk voorzien en hun leven kunnen leiden in een prettige, fijne omgeving. En dat betekent ook dat zij ook gehoord en gezien worden en dat ze niet weer met allerlei verschillende regelingen, allerlei verschillende voorwaarden, allerlei obstakels te maken hebben. Dat ze ook makkelijk kunnen switchen. Je kunt van beschut werk naar dagbesteding of omgekeerd. Daar zitten toch nog wel wat haken en ogen. Ja, ja. Laatste vraag, en dan gaan we naar twee mensen die echt ervaring hebben ook, hè, met een nieuw beschutte werkplek of een beschut werkplek. En het gaat er eigenlijk over, van, kijk, die ontwikkelbedrijven waren natuurlijk ook voor bedoeld om mensen ook, hè, bij het niveau wat bij hen past, om te zorgen dat ze zich ook kunnen ontwikkelen. Hè? Ja. What's in the name, zou je kunnen zeggen. Maar zien jullie daar ook nog iets van terug? Dat dat wel beter gaat? Weet je, ik zou zelf het liefst... en dat echt... Wij hebben alles gecompartimentaliseerd. Ja, alles in de ene, ja, de ene zit daarin en de ander zit weer daarin. En deze financiering geldt voor die. En voor die geldt weer een andere financiering, een andere manier... van voor elkaar krijgen dat ze ergens kunnen werken. Als we nou gewoon één budget hangen en één gewoon systeem hebben... waar mensen gewoon kunnen groeien, soms terug kunnen vallen... maar dat ze niet voortdurend weer in een bepaald hok moeten passen... daar zouden we van af moeten. Ja, niet alleen aan de instroomkant van de arbeidsmarkt... maar ook misschien wel in de doorstroomkant. Doorstroom ook met name, want... wat ik van iedereen die ik tot nu toe heb gesproken als het gaat om beschut werk en mensen die in beschut werk werken, dat ze gewoon eigenlijk het liefst in hun eigen ontwikkeling dat kunnen en tempo kunnen doen. Ja, nou misschien is dat wel een leuk bruggetje, want je blijft er vanavond de hele avond weer bij, dus meng je ook vooral lekker in het gesprek, maar dat ging de vorige keer heel goed, hè? Dus dat wordt dit keer wordt het zeker niet anders, daar ben ik echt van overtuigd. Want we gaan even naar Miranda, en ik hoop dat ik het goed zeg, Kradoven. En wij gaan naar... Oh jeetje, sorry. Ja. En we gaan naar... Dan ben ik eindelijk blij dat ik het goed uitspreek, dan kijk ik de verkeerde kant op. Nou, dat maakt niet uit. En we gaan naar Sandra. Sandra, jij zit wel daar. Sandra van Nieuwland. En jullie zijn allebei, of jullie hebben allebei ervaring met een beschut werkplaats. Dan begin ik nog even bij jou, Sandra. Want kun je eens uitleggen wat je doet? Nou, ik doe productie, lichte productiewerk bij werkbedrijf De Binnenbaan in Zoetermeer. Nee, op locatie van Bleiswijk. En dat lichte impact zijn werkzaamheden, stickerwerk en ja, van alles en nog wat eigenlijk. En doe je dat al lang? Ik ben begonnen bij de startbaan. Dat is een traject wat ze hebben gestart in 2021. Met uurtjes opbouwen om te kijken wat ik wel niet aan kon. En ja, nou ja, mijn hele mooie foto ingestuurd in de krant gestaan. Nou ja, dat is een van de dingen wat we hebben ingepakt. Nou ja, mooi kerstsfeertje gelijk erin.
Dus ja, dat is een van de dingen wat we doen. En hoe was het verder, dat traject, hè, om ook voor jezelf af te tasten van, nou, wat is goed, wat past bij mij? Ja. Hoeveel uren kan ik werken? Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat was heel positief. Ik heb heel veel aan mezelf ontdekt van wat ik wel kan en wat ik niet kan. En op mijn eigen tempo. En ja, vooral ook met collega's en dat soort dingen. En ja, het is gewoon super fijn. Klinkt goed. Ja, ik zie toch aan je dat je dat het heel fijn hebt. Echt leuk. Ja. Heel goed. Dan gaan we even naar jouw buurvrouw. Want vertel even wat jouw werkzaamheden zijn. Ik doe baliewerkzaamheden op de postafdeling. En daar doe ik aangetekende brieven en pakketten in de computer zetten. En is het iets wat jou lang doet? Of is dat heel actueel? Of? Bijna 2 jaar. Oké. Okay. Ja. En goed naar je zin? Heel erg. Ja. Ja. En kun je uitleggen hoe je bij de post terechtgekomen bent? Ja, ik ging een uitkering aanvragen. En ik had al wel medische klachten. Dus daar werd eigenlijk wel gelijk goed op gereageerd door mijn werkconsulent. En deze baan is voor mij echt gecreëerd. En duurde het lang dat je, hè, want je zegt van, nou, ik kreeg wat medische klachten. En dan ga je op ontdekkingstocht, net zoals als jij dat doet, denk ik dan, samen met mensen om je heen. Maar duurt dat lang voordat je dan echt lekker op je plekje zit? Nee, voor mij niet. Ik heb het eigenlijk heel goed getroffen. Okay. In één keer. Was in één keer raak? Was in één keer raak. Ja, dat kan. Dat kan. Dus. Nou, dat is super fijn. En je bent met brieven bezig, doe je, vertel je aangetekende brieven en pakjes sorteren? Nee, versturen, zeg versturen. Maar. Ja, dus ik print eigenlijk de stickertjes uit. Ja. En dan gaat ze of naar PostNL of naar GLS. Of. Ja. Sandra, doe je dat alleen of zijn er anderen naast jou? Miranda, sorry, Sandra zit naast mij. Kijk, ik pak het van je over. We nemen het een beetje Miranda, op. Miranda, doe jij dat alleen of zitten er ook andere mensen bij jou in de buurt? Ik doe het 2 dagen alleen en 1 dag doe ik het samen met iemand. En zou je met meer mensen willen? Nee. Of vind je, oké. Okay. Ik doe heel vaak de deur zeg maar dicht als dan binnen zitten ze te sorteren. Ja. En dan die kakelen. Dus dan doe ik ook de deur dicht. Of maar ze is het zet ook de wel misschien ook voor jou wel een belangrijke, nou eisje is misschien een groot woord, maar dat je het fijn vindt om in een prikkelarme omgeving te werken waar niet zoveel rumoer is? Ja, maar ik vind het ook leuk om wel met iemand, zeg maar, samen te werken. Ja. Maar niet meer heel veel. Nee, niet meer heel veel. Nee, dat kan. Of je eigen momenten kiezen, dat je met mensen bent. Ja. Ja. En wat zijn dan voor jou, Sandra, dingen die zijn aangepast of die misschien anders zijn? Of wat heeft beschut werken voor jou gedaan? Wat is nou misschien wel, als je het wilt vertellen, hè, want wat je niet wilt vertellen, dat vertel je je niet. Maar wat zijn dingen die voor jou belangrijk zijn in zo'n beschutte werkplaats? Ja, dat ik op mijn eigen tempo kan werken, op mijn eigen manier. En ja, het is gewoon fijn. Iedereen mag zijn wie die is en wat bij me past. En dat vind ik gewoon leuk. Ja, ik zat er trouwens ook om even in te haken op wat jij zei. Want ja, ik zat ook gelijk raak bij de binnenbaan. Ja. Dus, en heb jij wel collega's, Sandra? Of heb jij collega's, Sandra? Ik heb collega's, ja. En jij vindt dat geen probleem? Ik vind dat geen probleem, nee. Ik vind het ook wel fijn om alleen te werken, maar ook met collega's. En Sandra, zou jij misschien op een gegeven moment naar een andere afdeling bijvoorbeeld willen? Heb je al gezien wat je nog meer leuk vindt? Ja, ik heb meerdere locaties gedaan, waaronder een weekje Weleda ben ik geweest. En ik ben een paar weken bij Netcarco geweest, maar dat bleek te zwaar te zijn voor mij. Maar ik vond het wel hartstikke leuk. Ik kon wel mijn tempo erin uitdagen om te kijken van joh, wat kan ik allemaal wel aan en wat niet. Ja. Het geeft je zelfvertrouwen. Ja. Ja, maar dat is wel een vraag die ik aan jou zou willen stellen. Van, kijk, de meeste mensen, als je mensen op straat vraagt waarom heb jij werk, dan zeggen heel veel mensen ja, omdat ik geld moet verdienen. En dat is ook nog waar, hè? Maar vaak is het ook nog wel zo dat het ook is, hè, dat je, nou, dat je leuke collega's hebt, dat je je talenten kan uiten, dat je bij een groep hoort, hè, dat kan van alles zijn. Kun je daar iets over zeggen? Wat het allemaal met jou gedaan heeft,
Dat je niet gewoon een mooie beschutte werkplek hebt. Nou, inderdaad, mijn netwerk is groter geworden. En mijn vertrouwen is wat beter geworden. Ik heb, denk, 4 jaar thuis gezeten. En in een sociaal isolement gezeten eigenlijk. En dat is nu doorbroken? Dat is nu wel doorbroken. Ja. Dat ik nu af en toe zoiets heb van, jongens, even niet. Nee. En hoe is het voor jou? Ja, bij mij een beetje ook weer hetzelfde verhaal als bij jou. Heel wat jaren thuis gezeten. En ja, mijn netwerk is uitgebreid. Ik ben ook een allemans vriendje. Ik vind het leuk om het netwerk uit te breiden. En ja, structuur op te bouwen. Ja, en ja, een doel is om uit mijn uitkering te komen. Dus ik ben onderweg. Ik zit nu op 20 uur. Nou, knap. Dus, ja, zeker. En die 20 uur, die blijft 20? Zou je nog willen uitbreiden? Of? Ik wil uitbreiden. Oké. Okay. Ja. En wat zou je willen? Nou, de eerste stap is naar 24 uur uitbreiden. En dan, ja, dan daaruit kijken van, ja, hoe we verder gaan. Niet te ver vooruit kijken, want dat hebben we niks aan. Nee. Gewoon stapje kleine voor stapje. Stapjes. Stapje voor stapje, dat zeg ik ook altijd. Ja. Kleine stapjes. Ja. En je voelt je ook wel comfortabel genoeg in de omgeving waarin je werk ook gewoon kan. Ja. En wat vinden je vrienden of familie van jouw enorme verandering? Vinden ze het leuk, je familie, dat je dit doet? Ja, mijn familie vindt het leuk. Je ziet me ook opbloeien en de positieve meer stralen dan dat ik, voordat ik bij de binnenbaan terecht kwam. Ja, mooi. Dus het heeft wel positief effect. Je trotse vader kijkt mee vandaag. Ik benoem het maar even. Nou, als het goed is, kijkt mijn vader mee vandaag. Dus pa... Ja, maar die is thuis of zit hij hier in de zaal? Kan natuurlijk ook. Nee, niet in de zaal. Nee, hij wilde wel in de zaal zitten, maar hij moest helaas afzeggen. Omdat, wij noemen het Tante Zee. Dat hij met corona thuis zit. Oh, ja. Ja, ik heb al die pech, dus ik heb vriendin meegenomen. Ja, je vader is ongetwijfeld heel aardig, maar dan kan hij misschien beter thuis blijven. Want die had ik nog niet gehoord, hè, Tante Zee. We hebben een nieuwe. Miranda, hoeveel uren werk jij? Op het moment nog 9. Ja, wil jij ook uitbreiden of is het nu genoeg? Ik heb 12 uur gewerkt en dat was eigenlijk te veel. En dat is wel fijn dat je terug kunt gaan ook, hè? Ja, zijn we nou aan het uitproberen, dus kijken hoe dat gaat. En ik ga het niet uitbreiden. Okay. Maar ik heb ook een medische urenbeperking erbij, dus En kun je eens uitleggen hoe jouw begeleiding eruit ziet? Hoe is dat? Hoe wordt dat vormgegeven op de werkvloer? O jee. Als je niet wilt zeggen, moet je niet doen. Ja, ik wil alles zeggen, maar ik kom gewoon binnen op mijn werk en ik loop even naar achter naar mijn werkleidster. En die ziet eigenlijk gelijk als ik binnenkom al van het gaat goed of het gaat niet goed. En eigenlijk praten we dagelijks. Ja. Dus... En praat je er ook wel eens over, hè? Want PostNL ken ik als een enorm groot bedrijf. Hè? Maar ik zit niet bij PostNL, hè? Oké, okay, dat dacht ik. Ik zit bij Wener XL. Oké. Maar goed, dan ga ik de vraag anders stellen, maar stel hem gewoon nog een keer. Zou je binnen je bedrijf misschien ook wel andere werkzaamheden willen doen? Of zeg je eigenlijk van, nou, ik vind dit wel prima zo? Nee, ik vind het goed zo. Ja. Dit is echt mijn ding, zeg maar. Maar heb ik me eigenlijk ook een beetje toegeëigend. Okay. En dan praat je dus ook over met je werkbegeleidster. Ja. Ja, ja. En je kunt gewoon met haar door de deur, dat is ook belangrijk. Ik heb mijn haar door een deur. Ja. Nog 2 deuren ook. Oh. In de grote deuren. En dat is degene dus die op werkplaats, hè, waar jij werkt, altijd elke dag aanwezig is? In principe wel. Oké. Okay. Maar als ze er niet is, kan ik ze bellen, appen, mailen, maakt niet uit. 'S avonds in het weekend, maakt niet uit. Dat gebeurt ook. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ja. En hoe is het voor jou? Je begeleiding, is daar ook iemand voor bij jou op de werkvloer? Of hoe? Ik heb een vaste werkleider waar ik bij terecht kan als ik ergens mee zit of wat dan ook. Kan ik ook appen, bellen, of afspreken om even te gaan zitten met elkaar als er wat is. Dus. Ja. Ja. En met hem, hè, want je vertelde net over je urenuitbreiding die je graag misschien wel zou willen. Dan wel in kleine en nog goede stapjes, denk ik. Maar is er nog iets wat je met hem bespreekt? Nou, kijk van, als het niet goed gaat, dan doen we misschien wel een stapje terug of zoiets. Ja, ze scannen vooral ook bij ons bij de binnenbaan
ja, hoe we werken. En als we zelf niet in de gaten hebben, dat heb ik ook nog wel eens last van. Dan denk ik van, het gaat allemaal goed, maar blijkt het dan toch iets minder te gaan als eerst. En dan kunnen we gewoon een stapje terug doen. Ja. En dat bespreken we ook met elkaar. En ja, wij hebben niet alleen de werkleider, vaste werkleider op de vloer, maar ook een werkregisseur is er gekoppeld. Dus ja, het is een hele samenwerking eigenlijk bij de binnenbaan. Ja. Ja. En nou ja, we hebben het over de samenwerking met je begeleider, maar je hebt ook collega's. Hoe gaat dat? Is dat heel flexibel of hoe ervaar jij dat? Of vinden ze het soms wel eens lastig of is het eigenlijk iets wat helemaal vanzelf gaat misschien wel? Van de? Je omgang met collega's. Oh, nou, dat is voor mij heel makkelijk. Ja, ik kan met iedereen overweg, dus dat is wel fijn eigenlijk. Ja. Sandra, maak je ergens ook wel eens zorgen om? Nergens zorgen om. Ja, op de werkvloer of over de toekomst? Over mezelf. Over je werk. In het algemeen. In het algemeen. Nee, niet echt. Omdat dat we allemaal mogen zijn wie we zijn. En er wordt gewoon sturing gegeven waar nodig is. Dus alles gaat nu voor jou heel fijn. Ja. Geen terug weer naar thuis zitten op de bank, nee, omdat liever je niet, nee. Geen hulp hebt gekregen. Nee. En hoe is dat voor jou? Heb je ook vertrouwen in de toekomst en in alles wat je gaat doen? Ja. Ja. Ja, dat heb ik wel. Zitten hier gewoon twee hele blije mensen? Hè? Ja. Okay. Ja. Gelukkig. We kunnen er niks meer van maken, denk ik. Nee. Het is gewoon zo. Nee. Zo houden. Ja, nee, zeker. Dat moet je absoluut doen. Toch nog even een vraagje, hè? Want jullie hebben een beschutte werkplek. Daar krijg je ook een indicatie voor. Hoe vind je dat je zo'n indicatie hebt? Want in de inleiding zei Fatma ook al iets over mensen in hokjes en dat het allemaal zo gaat. Zo'n indicatie, helpt je dat? Of vind je dat wel eens lastig? Of hoe ervaar je dat? Ik ervaar dat wel ook weer in positieve zin. Omdat je legt je hele hebben en houden leg je bij het UWV neer. Tenminste, bij ons, UWV, dan wordt er met je gesproken van wat heb je, een hele waslijst in ieder geval, van alles en nog wat. En daaruit maken hun een beslissing of je beschut werk krijgt of niet. Nou, ik heb dan inderdaad beschut werk gekregen, dus beschermend werk. En dat vind ik best wel prettig, want dan wordt er rekening gehouden met allemaal beperkingen die ik heb. En dat is heb je die aanvraag zelf gedaan bij de UWV? Nee, dat heb ik samen met mijn toen destijds werkregisseur samen gedaan. Oké. Kijk, net zei je al, ik maak heel makkelijk contact met mijn collega's. Maar er zullen ook collega's bij jou werken die geen indicatie hebben voor beschut werken. Die ook gewoon werk doen. En hoe vinden die dat? Reageren die ook heel makkelijk op jou? Of helpen ze je? Of hoe gaat die samenwerking? Ik weet niet beter dan dat we eigenlijk niet van elkaar weten of dat we beschut werk hebben of niet. Nee. Nee, ja, dus heel goed. Ja, het is wel fijn eigenlijk. Ja. Dus, ja. En jij, want hoe ervaar jij je indicatie? Nou, in het begin heel dubbel. Want eindelijk was er wel iets van, klopt iets niet, zeg maar. Mm-hmm. En aan de andere kant heel fijn. Want nu werd ik eindelijk wel geholpen en eindelijk op mijn plek ben ik op mijn plek terechtgekomen. Dus voor mij was het wel heel fijn. Bij ons gaat het ook via het UWV inderdaad. Alleen het UWV vond dat ik gewoon 40 uur kon werken. Oh echt? Van tevoren. En mede dankzij mijn werkleidster, die samen met mijn werkconsulent de beschutaanvraag heeft gedaan, heb ik beschut gekregen. Met de medische urenbeperking, wat bijna niet voorkomt. En door hetzelfde UWV. Dus ja, kun je zien hoe krom het is. Ja, nee. Ja. Zacht uitgedrukt. Ja. Heel krom. En wat zou het nou betekenen als dit soort werkplekken er niet zouden zijn? Zou je dan nog thuis zitten? Of is dat een open deur? Ik zou nog thuis zitten. Absoluut, ja. Dus het is gewoon belangrijk dat we niet alleen dit gesprek voeren, maar ook zorgen dat er meer plekken komen. Zodat mensen comfortabel op de manier die bij hen past, gewoon lekker aan het werk kunnen. Ja. En jullie zijn er twee mooie voorbeelden van. Toch? Ja. Dank voor dit gesprek. Ik ben ook heel blij dat jullie veel vertrouwen hebben in de toekomst. Want dat maakt mij ook weer een blije moderator zo aan het einde van dit jaar. Ik vond het ontzettend fijn dat jullie jullie ervaringen met ons hebben willen delen.
Ook dat je je toch ook kwetsbaar opstelt, dat vind ik altijd echt heel erg knap. Dus dank daarvoor. Ik kijk even naar de zaal of er misschien iemand is met een vraag uit het publiek, want dat kan natuurlijk. Niemand? Jullie hebben het gewoon heel goed gedaan. Ja, dat is toch één vraag nog, zie ik daar. Ja. Nou, ik ben de werkleider van Miranda. Aha. En Miranda is heel bescheiden over zichzelf. ze zegt wel, niet meer erbij of wat dan ook. Maar waar zit voor jou op dit moment ontwikkeling in? Op welk vlak? Nee zeggen. Wat namelijk bij Miranda is dat ze eigenlijk het niet wil hebben over al slechte dagen, maar alleen maar over de goede dagen. En waar we nu ook met name in de ontwikkeling mee bezig zijn, is aanvoelen wat kan je lijf wel en niet. Waar zitten je grenzen? Hoe neem je de ander daarin mee? Maar ook hoe word je zelf redzaam? Ja. En het grappige is, de gesprekken wat wij hebben met elkaar, is zij aan het toepassen op haar collega's, die wat ook haar netwerk, stelt zij dezelfde vragen en helpt haar eigen collega's. Dus dat is wel heel leuk om te zien en ook vooral een complimentvraag. Ja. Ja, absoluut. Dus eigenlijk een klein beetje werkleidster, als ik het goed begrijp. Ja. Goed? Ja. Ja. Nee, nee, ik ben geen werkleidster. Nee, nou, een beetje klein beetje. Dat is de volgende stap. Ja, precies. Nou, misschien zit je volgend jaar weer een andere rol. Je weet het niet. Het kan goed lopen. Misschien moeten we af en toe terugvragen onze gasten. Ja, nee, zeker. Volgens mij wordt het dan maar netjes bijgehouden. Maar goed. Er is daar ook nog een vraag, zie ik, bij mevrouw hier achterin. Nee, dat hoor ik net ook, of dat zie ik op mijn scherm, dat ik niet doe. Maar ik kan gelukkig heel hard spreken, dus dat ga ik doen. Dank voor jullie verhaal. Mooi om te horen hoe jullie in het werk zitten. Hey Pearl, en ook mooi om te zien dat jullie zoveel plezier uit het werk halen. Miranda, jij vertelde net al eigenlijk een heel belangrijk verbeterpunt, hè, de samenwerking met UWV en hoe UWV met communicaties omgaat. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar wat jullie top 3 aan verbeterpunten zijn. Ja. Als jullie nu 3 of 2 dingen, of misschien 1 ding mogen noemen waarvan jullie zeggen, nou, dit moet echt anders. In de samenwerking met de gemeente, of in hoe beschut werk georganiseerd is. Wat zou dat ene punt zijn? Ja. Ik ga de vraag even herhalen, want anders kunnen de mensen thuis het niet horen. En het moet wel gebeuren. En er is een mevrouw hier in de zaal en die vraagt naar 3 verbeterpunten. Aan de beide tafelgasten, als het gaat om beschut werk. En dat kunnen verbeterpunten zijn voor het UWV, voor de gemeente. En dan begin ik bij jou. Verbeter ideeën, een top 3. Gewoon een kortere lijn, een snellere lijn met gemeente en het UWV en het werkbedrijf waar je onder werkzaam bent of iets dergelijks. Dat er gewoon goede communicatie is en sneller afhandeling. Ja, voor mij ook het UWV. En misschien bij de gemeente toch meer het dingen die je nodig hebt om te kunnen blijven werken. Dus eventueel een scootmobiel, een huishoudelijke hulp. Die aanvragen gaan ook niet echt makkelijk, moet ik zeggen. Nee. Dus. Nee, en er zou ook nog een scheidingslijn kunnen komen om het nog even ingewikkelder te maken tussen het UWV en de gemeente. Ja. Nou, ik moet het ook niet over hebben misschien. Niet zo moeilijk doen. Nee, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Gaan we niet. Kijk, dat was een duidelijke nee. Grens. Ja. Kijk, zie dat mevrouw. Ze kan het wel, hè. Het gaat wel goed. Ja. Goed, even naar de zaal nog. Nog mensen met een vraag. Want ik kan nu, hè. We zijn hier nou. Oh, de microfoon is het ook weer. Dat is ook fijn. Niemand meer. Nou, dan ga ik jullie nogmaals bedanken voor het heldere en goede verhaal. Graag gedaan. En dan mogen jullie weer lekker gaan zitten. En dan gaan wij naar het volgende deel van het programma. En dan gaan wij in gesprek met mensen die deskundig zijn op het gebied van beschut werk. Allereerst, vraag maar, je wist het even van stoel. Michelle Jongebloed, wil ik je graag uitnodigen aan tafel. Zij is manager arbeidsontwikkeling bij U, een sociaal ontwikkelbedrijf. Welkom. Dankjewel. Wouter de Vaal, we hebben elkaar al even gezien net. Ja. Ook welkom. Operationeel directeur, Social Capital, ik ben de werkgever. En als laatste, Judith van Manen, ook al gezien. Senior werkcoach, onderzoek en ontwikkeling, projectleider, Schut Werk. Werkzaam in de omgeving Rivierenland. Oh, ik hoef niet. Iedereen voorzien? Ja? Yes. Heel goed.
Judith, ik ga even bij jou beginnen. Want hoe wordt beschut werk geregeld in de omgeving in Rivierenland? Hoe gaat dat? Nou ja, wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van het UWV, hè, die adviezen afgeeft over de indicaties beschut werk. En het is dan zo georganiseerd dat het UWV adviseert en in principe zet de gemeente het dan om naar een besluit wel of niet. Omdat wij eigenlijk in eerste instantie geen kennis hebben van de persoon die dat advies krijgt of vaak niet. Nemen dat advies eigenlijk klakkeloos over. En komen er verderop eigenlijk in de begeleiding soms achter dat het dan niet passend kan zijn. Het is wel zo dat iemand met een indicatie beschut werk sowieso altijd een werkcoach krijgt toegewezen. Die dan samen met die beschut geïndiceerde aan de slag gaat. Ja. En werk je dan met meerdere werkgevers? Wij werken met heel veel werkgevers. Ja, eigenlijk door heel Rivierenland heen. En wij hebben zelf op de locatie in Geldermals ook echt een ontwikkelbedrijf. Okay. Wat dan de beschutte werkomgeving is. Ja. Nou, ik vraag het ook, want ik heb zelf een tijd in de gemeenteraad gezeten. En als het ging over beschut werken, dan kwam de wethouder elke keer met hetzelfde bedrijf aan. En er kwamen er heel moeilijk mensen bij, of ondernemingen bij. Dus ja, het is ook wel, het kan lastig zijn. Maar in principe hebben we het geluk dat in Rivierenland er heel veel werkgevers zijn die bereid zijn om ook beschut geïndiceerden een kans te geven bij hun bedrijf. Dus daardoor zijn we ook niet alleen maar afhankelijk van ons ontwikkelbedrijf. En dat gaat eigenlijk juist heel goed. Dus ja. Ja, heel fijn. Ja. Dan breng ik me ook even bij je buurvrouw. Mm-hmm. Want ik zei al, hè, je bent manager arbeidsontwikkeling bij U. Nou, je wist net al te vertellen dat ik ooit een keer in de stroom en de regen weer binnen ging. Nou. Dat weet ik zelf niet meer. Maar nee, goed, maar ik wel. We gaan het vandaag niet over hebben. Nee, zeker. Welke uitdagingen zie jij rondom het participeren van mensen in een beschutte werkplek? Nou, ik zie met name het allokeren van mensen die voor een indicatie beschut in aanmerking zouden kunnen komen. Dus het is niet eenvoudig om de mensen te vinden. Er wordt heel erg gezocht naar een zeker profiel. Terwijl het profiel van iemand die in beschut kan werken heel breed is. Wat ik een enorm probleem vind of een uitdaging is dat ik vind dat eigenlijk de beschutwerkers ook voor het kwotum zouden moeten meetellen. Dat zou in ieder geval voor een aantal grote werkgevers kunnen helpen om bijvoorbeeld wel groepjes beschut mensen binnen hun omgeving te laten werken. Dat als je een uitdaging hebt met een kwotum van 180 banen per jaar en de beschutters tellen niet mee, dan gaan mensen op zoek naar banenafspraken bijvoorbeeld. En dat vind ik heel jammer. Wat ik een uitdaging voor ons bedrijf vind, is dat je ziet, kijk, we bestaan 53 jaar. Dat is een heel groot voordeel, want we hebben heel veel kennis en ervaring. Maar we bestaan ook 53 jaar en daarmee hebben we ook een soort van imago. Ja. Een imago van een sociale werkplaats. Terwijl wij inmiddels een heel modern ontwikkelbedrijf zijn. Waar mensen heel veel verschillende soorten werkzaamheden kunnen doen. En absoluut niet meer is wat het bedrijf vroeger was. En dat vind ik een uitdaging. Ja, nee, snap ik. Als je hebt over een kwotum, voor de mensen die thuis kijken, die denken, waar gaat dit over? Nee. Maar dan kan ik me natuurlijk zomaar voorstellen. Dat gaat erover dat je, als je mensen aan de dienst neemt, dan tel je om een voor de banenafspraken. Precies. Ja. Maar is dat dan het padenmiddel of is dat een middel? Dat is een middel, ja. Zeker. Ja. Kijk, de grootste uitdaging is natuurlijk de mensen op de passende plek te krijgen. Dus wij doen met de gemeente Utrecht, werken we heel intensief samen. Alle mensen die mogelijk voor een indicatie beschut in aanmerking komen, die worden via onze organisatie begeleid. Daar wordt al een dossier van gemaakt. Dus er wordt een arbeidspsycholoog bij betrokken, zodat er eigenlijk een volledig dossier van via de gemeente naar het UWV gaat. Dus wij zien ook eigenlijk nooit dat er een probleem met een indicatie is. Als iemand zich meldt en zegt, nou, ik zou heel graag in beschut willen werken, dan gaan we dat gewoon organiseren en dan zoeken we de juiste plek. Dat kan bij UW zijn, maar dat kan ook bij andere sociale ondernemers zijn. Het kan ook bij reguliere werkgevers zijn. Dus eigenlijk moet je niet zozeer kijken in het kader van, oh, ik heb iemand, nou, dan moeten we even kijken waar we naar. Je moet gewoon kijken, wat past bij iemand? Wat zou iemand graag willen doen? Waar wordt hij blij van? En op basis daarvan zoek je de juiste plek. Ja, helder. Waar pleit je dan nou precies voor? Ik bedoel, kwotum is ook uiteindelijk een paardenmiddel. Zeker, kwotum is een paardenmiddel. Nou, maar ik vind wel, als je zegt van, als je mensen vanuit beschut ook in de reguliere arbeidsmarkt wil laten meedoen, moet je alles in het werk stellen om daar geen barrières op te hebben. En ik wil eigenlijk dat er geen barrières zijn. Dus dat er geen barrières zijn van zorg naar een werktraject, het opgeplakt hebben van een indicatie die niet meetelt voor bedrijven die heel graag met dit soort mensen zouden willen werken, maar het gewoon niet georganiseerd krijgen. Ja. Dus ik pleit ervoor dat er geen hokjes meer zijn.
dat er eigenlijk één vaste lijn is en dat je daarin gewoon kijkt, wat heeft iemand nodig? Hoe kan ik deze persoon aan het werk krijgen? En dat moet eigenlijk niet uitmaken met welke indicatie. Maar als iemand een indicatie beschikt, dan moet je zorgen dat daar de passende plek voor komt. Een kwotumwet zou... Oh, sorry hoor. Ja, een kwotumwet zou eigenlijk in principe helemaal niet nodig moeten zijn. Nee, exact. Hè? Dat zou je eigenlijk moeten kunnen afschaffen. Ja. Maar daarmee dwing je eigenlijk werkgevers om toch iets te ondernemen richting de doelgroep waarvan we denken dat ze niet bij reguliere werkgevers kunnen werken. Ik zeg afschaffen. Ja. Ja, maar ik moet als moderator altijd heel objectief blijven. En dat probeer ik ook altijd. maar toch even een kleine opmerking met mijn kant. Van, zou een kwotum ook niet een hulpmiddel zijn of is? Is het gewoon geen hulpmiddel om wel een gesprek met elkaar te voeren? Volgens mij is dat niet nodig. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat geef jij eigenlijk ook al aan, is dat er naar de persoon gekeken wordt en niet zozeer naar welk etiket er op die persoon geplakt. Nee. Zouden jullie ook kunnen vertellen waarom de ene gemeente het wel heel erg goed doet en een andere gemeente niet? Die doen het toch ook zonder quotum en weet ik veel wat? Ik denk juist omdat zij ook naar de persoon kijken en niet naar welke indicatie er misschien aanhangt. Ja. En ook richting werkgevers dat zo aanpakken werkt dan ook goed. Hè? Dus niet de indicatie leidend laten zijn, maar je stelt een persoon voor met allerlei kwaliteiten, gaat uitproberen met elkaar. En nu is het dan zo dat zo'n indicatie uiteindelijk dan een voordeel meebrengt in de vorm van een loonkostensubsidie en een no-risk-polis. En nou zijn we het met z'n drieën eens. Hè? Je zou eigenlijk niet al die hokjes willen Zeker. Hebben. En je zou eigenlijk per persoon willen kijken waar past die het best bij en hoe kunnen we dat verder persoon voor persoon kunnen helpen. Ja. Maar dan pleit je toch ook voor om dit niet afhankelijk te laten zijn van de ene keer de gemeente of de ontwikkelbedrijf of het UWV. Hoe kunnen we voor elkaar krijgen dat dit niet afhankelijk is van toevallig de ene regio? Nou, goede vraag. Ja. Ik denk dat dat op zich vrij gemakkelijk te organiseren is, maar hoe het dan financieel helemaal perfect ingericht gaat zijn, dat komt daarna wel. Precies, dat vind ik lastiger. Volgens mij moet je het echt aan de professionals overlaten. Want wat ik nu ook bij het UWV zie, wij proberen vaak ook mensen via werkzaak bij het UWV voor te stellen, dan voor de indicatie. Maar dat zij soms een advies moeten afgeven op basis van een 5 jaar oud psychologisch rapport. En daar, of dat ze een 17-jarige indicatiebeschut werk geven, waar die eigenlijk aan vastzit. Of je moet zelf weer een herbeoordeling aanvragen. Als je het aan de professionals laat en die laat bekijken, beoordelen, wat heb jij nodig om fijn aan het werk te kunnen zijn en blijven, dan zit je denk ik goed. Dan behaal je mooie resultaten. Dan zijn de mensen fijn aan het werk. Het lijkt simpel zo. Het zal ingewikkelder zijn om in te regelen. Maar ik denk dat de stelling eerder vanavond, dat de plekken aan zich onder druk staan, dat je dat niet per se oplost met de menselijke benadering. Ik denk dat de menselijke benadering is heel goed voor in de communicatie vanuit gemeente, werkbegeleiders, UWV, et cetera. Maar ik ben het wel heel erg met jou eens dat een bepaald kwotum bepaalde bedrijven gewoon dwingt om na te denken over deze doelgroep, waar ze dat normaal echt niet zouden doen. En ik denk dat zonder een bepaald paardenmiddel dat we de markt nooit in beweging gaan krijgen om echt de grote getallen te gaan. Heeft dat niet te maken met het geld die in de nieuwe beschut werk per persoon allokeert of verdeelt, dat die eigenlijk te laag is? Nou, weet ik niet. Wij zien dat niet. Wij zijn een reguliere werkgever, ofthans een sociale werkgever, maar een particuliere werkgever. Uiteindelijk gaat het om hoe je de begeleiding organiseert en of je het dan dus werkbaar krijgt. En waarom heb jij geen quotum nodig en een andere werkgever wel? Omdat sommige bedrijven vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie werken. Maar ik denk dat het te idealistisch gesteld is om te verwachten dat de grote bedrijven van de wereld, waar gewoon winstmaximalisatie absoluut voorop staat, dat die een draai gaan maken die gaat realiseren dat we ineens allemaal werkplekken gaan creëren voor deze doelgroep. Ik denk echt dat de overheid daar een rol in moet spelen om dat gewoon te forceren. Maar laat ik hem even omdraaien. Wat is de reden dat jij het wel doet? Omdat het machtig mooi is om te doen. Ja. Ja.
Het is prachtig om mensen die een stukje extra begeleiding nodig hebben op te kunnen pakken en een stukje verder te kunnen brengen. Maar toch vraag ik me soms dan ook af, in hoeverre is het überhaupt geprobeerd om met die bedrijven in gesprek te gaan, daar mensen voor te stellen, bijvoorbeeld iemand in een vorm van een snuffelstage te laten meewerken daar, want dat is de ervaring die ik heb vanuit Rivierenland dan. Van gaat proberen, gaat ontdekken met elkaar. Dus zowel voor de werkgever als voor de beschut geïnitieerde. En dan kom je echt tot verrassende uitkomsten met elkaar. Die eigenlijk helemaal niet zo verrassend hoeven te zijn. Maar omdat het voor hen onbekend was. En dat is ook natuurlijk wel het lastige. Want als zo'n bedrijf, zo'n groot bedrijf op internet gaat opzoeken, wat houdt beschut werken in? Is het allereerste wat ze lezen dat iemand die een beschutte indicatie heeft, niet bij een regulier bedrijf kan werken. Ja. Ja, ik snap dat je als werkgever dan denkt van, ho, daar waag ik me dan toch maar niet aan. Nee. Dus volgens mij moet dat vooral ook veranderen. Het beeld van... En zou je misschien ook beter moeten etaleren? Dus ook diverse voorbeelden ook. Ja, dat is zeker een goed idee. Kijk, wat ik even aansluitend... Wat belangrijk is, is dat je ook kunt zeggen, en dat is natuurlijk wel in het nieuwe Simple Switcher verhaal, dat je ook, als je iemand op een werkervaringsplek bij een redelijk grote werkgever kunt binnenbrengen, dan kun je, als het simpel switchen helemaal goed gaat draaien, ook de beschutindicatie er gewoon af laten halen. Dan kun je over naar de banenafspraak en dan kan je ineens wel meetellen. Maar die hele simpel switchen verhaal is natuurlijk gekomen. Ja, zeker. Omdat er gewoon een probleem is die structureel anders zou moeten worden aangepakt, toch? Zeker. Ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp simpel switch niet zo heel goed. Dus ik vind namelijk helemaal niet simpel. Nee, ook dat. Er zijn maar leg het even uit, simpel switchen, voor de mensen die het niet weten. Simpel switchen is bedoeld om, zeg maar, in de keten van mensen die met begeleiding en met voorzieningen moeten werken, dat die simpel kunnen switchen tussen beschut werk, dagbesteding, beschut werk en banenafspraak. En dat er eigenlijk zonder schuttingjes, zonder opnieuw steeds een indicatie te moeten aanvragen, heen en weer kunt gaan in de keten. Ja. In ons ontwikkelbedrijf zien wij mensen die al lang in een sociale werkvoorziening werken en die gewoon achteruit gaan en die zijn best op een gegeven moment gebaat bij meer een dagbesteding of een arbeidsmatige dagbesteding dan werkelijk werk. Omdat ze gewoon niet meer de macht hebben om echt loonvormend bezig te zijn. Ja. Het zou heel fijn zijn als je die mensen gewoon heel makkelijk naar wel een soort werkzetting kunt brengen, maar niet... niet thuis zit. Degene die het dichtst bij deze, bij de persoon die dus die begeleiding nodig heeft, staat, die weet donders goed. Ja. Wanneer je dus daar wel waar naartoe kunt. Ja, het simpel switch wordt natuurlijk al heel ingewikkeld gemaakt door de indicaties. Want als je misschien een indicatie beschut werk hebt en je kunt bij een reguliere werkgever aan de slag, moet je eigenlijk weer terug naar het UWV om van je indicatie beschut werk af te komen. Ja. En hopelijk dan een indicatie baanafspraak te kunnen krijgen. Het is gewoon heel omslachtig. Ik zou als professional gewoon moeten kunnen zeggen, hij kan bij een reguliere werkgever aan de slag. Dus hij gaat dat doen. Ja. Ja. Ik ga naar de eerste rij, want er zit een projectleider van een project dat heet Simple Switch. Hè? Ja, wij kennen haar. Is er een microfoon voor... We hebben het wel gedaan nu. Oh jee. Stel je even kort voor wie je bent. Nou, ik ben Pearl Hartgers, landelijk projectleider Simple Switchen. En Simple Switchen is een project van het ministerie van SZW en Divosa. En in aanvulling op wat Michelle zei over wat Simple Switchen betekent, dank daarvoor, heb ik toch nog een kleine aanvulling daarop. Is dat je Simple Switchen ernaar streeft dat mensen vanuit een uitkeringssituatie mee kunnen doen of geholpen worden om mee te doen op de best passende plek. En daarin ondersteund worden. En dat het ook helder is wat de financiële consequenties zijn. En dat betekent terecht wat Michelle zegt. Het moet niet alleen zo zijn dat als iemand een stap naar voren maakt dat het lonend is. Maar dat het ook veilig is om de stap terug te zetten. Ja. En dat er helderheid wordt geboden over de consequenties. Ja. Zodat je makkelijk kan switchen. En de trap van Dannenberg, als je die googelt, die legt het fantastisch uit. Erik Dannenberg, de voorzitter van Divosa. Ja. Even een vraagje aan jou. Dat vind ik, ik ga dezelfde vraag ook aan jou stellen. Ja. Waarom hebben we dit verzonnen? Omdat dit gewoon niet in een normale... Het is niet te doen. Nee, niet in een normale situatie. De professional vertrouwend kan accepteren dat die weet wanneer je waar het beste terecht kan als persoon die begeleiding nodig heeft. Waarom is dit nodig en dit hele systeem ontwikkeld in plaats van die professional vertrouwen en geloven dat die weten hoe je op en af kunt switchen?
Ik ben het volledig met je eens. Ik kan niet anders zeggen dat ik het helemaal onderstreep. En dat wij het ontzettend ingewikkeld met elkaar hebben gemaakt. Met al die schotten. Maar voor een deel maken wij dat ook zelf. Dus de vraag is, wat is nodig om ervoor te zorgen dat we die professional die in het primaire proces die taak heeft om die burger te helpen, dat alles wat daarboven gebeurt, vanaf de minister tot de bestuurder, manager, die hele lijn naar naartoe, daarin een faciliterende rol heeft, zodat die professional het werk daadwerkelijk kan. Dan kom ik graag met jullie spreken. Ik denk dat het tijd wordt dat we gewoon een echte oplossing aanbieden. Daar sluit ik graag bij aan. Okay. Ja, wees vooral. Ga je de afloop nog even... Dan ga je straks de afloop even de agenda strekken. Dat is misschien slim. Hey, maar Wouter, ik moet ook even naar jou. Want je bent een sociale werkgever, zoals je zelf al zegt. Je doet veel met beschut werken. En wat zijn nou dingen waar jij tegenaan vanuit de praktijk? Waar wij heel erg tegenaan lopen, zijn eigenlijk een aantal zaken. Wat heel lastig is, is de allocatie van budgetten, met name bij kleinere gemeenten. Die hebben ook over het algemeen kleine budgetten. Die moeten zelf kijken hoe gaan we die inzetten op die doelgroep en op sociaal werk. Dus waar we wel eens tegenaan lopen is dat we mensen hebben die bij ons willen werken, kunnen werken. Wij hebben plek, iedereen ziet het zitten. En dan zegt de gemeente, ja, daar is geen budget voor. Nee. Ja, in mijn hoofd zou dat nooit moeten kunnen. Dat zou niet moeten bestaan, volgens mij. Nee, dat heeft nog weer te maken met die allocatie waar het over had. Dat mensen niet gewoon weten waar het geld is. Dan is gewoon, het budget voor dit jaar is op. Wacht maar een half jaar. Ja. Mensen kunnen nu aan het werk. Ja. Dat is een van de dingen. Wat verder iets is waar we echt tegenaan lopen, is dat niet alle gemeenten beschut werk ook bij andere partijen dan hun ontwikkelbedrijf beschikbaar maken. Ja, ja. En dat is, kijk, hier in Amsterdam hebben we een hele mooie samenwerking. In Leiden, in Breda. Maar we werken ook veel in Den Haag. En daar hebben we best wel veel werkplekken. Kun je vertellen over projecten in Amsterdam wat je doet? Zeker, ja, zeker. Nou ja, we hebben hier doen we inmiddels 45 beschutte werkplekken hebben we hier gecreëerd. Grotendeels bij Milieuwerk in het Westelijk Havengebied. En daar hebben we een grote loods waar we recyclingwerkzaamheden doen. En daar zijn we eigenlijk, eigenlijk is dat een beetje gaan groeien vanuit een experiment wat we hier samen met de gemeente hebben gedaan. Het focus-experiment. Waarbij we zelf actief zijn gaan zoeken bij dagbestedingspartijen. Om mensen van zorg naar werk direct door te bemiddelen. Dat was eigenlijk best wel een succes. Dus uit dat netwerk komen ook nog steeds allemaal mensen. Ja. En dat heeft gewoon ook de samenwerking met de gemeente Amsterdam onwijs versterkt. We weten elkaar goed te vinden. Er wordt veel gesproken met elkaar over hoe we het moeten blijven organiseren. Daar gaat ook onder andere Pantar mee, dus het ontwikkelbedrijf hier. Ja. En andere sociale ondernemingen. Dat helpt enorm. Ja, en op een naam over instroom, maar hoe gaat het dan met het doorstromen misschien van mensen? Nou, wat je ziet is dat, ik hoorde het net ook al een klein beetje aan tafel, hè. Voor deze groep mensen is in heel veel gevallen komen ze uit de situatie dat ze best wel lang al thuis hebben gezeten. Mm-hmm. En dat doorstroom niet per se de wens is, maar dat ze gewoon heel blij zijn als ze het gewoon even stabiel kunnen hebben. En dat is vaak al een hele grote ontwikkeling. Ja. Dus wat wij heel erg merken is dat heel veel van die mensen juist het heel fijn vinden en heel graag gewoon lekker blijven op het plekje waar ze zitten. Dan is het aan ons om dat mogelijk te maken. En hoe hebben jullie de begeleiding vormgegeven? Ik kan me voorstellen dat het overal net anders is en bij elk persoon ook weer anders. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En per werksoort ook weer anders. Omdat we doen ook inderdaad horeca, bakkerij. Dus we doen meer dan alleen recycling. We hebben overal interne jobcoaches die in goede samenspraak met de gemeente en de jobcoaches van de gemeente die begeleiding eigenlijk soort van gaandeweg overnemen. Dus je spreekt in het begin met name heel veel met elkaar en vervolgens bouw je een band op en gaat die begeleiding over naar onze jobcoaches. Dus de jobcoaches zijn van jullie bedrijf? Ja, wij hebben jobcoaches in dienst. Ja. En die zitten dan op de werkvloer of...
Ja, die zijn op de locatie altijd. Die zijn niet altijd op de werkvloer. We hebben ook gewoon werkbegeleiding op de werkvloer. Veelal zijn dat mensen die zelf ook vanuit de doelgroep baanafspraak al heel lang bij ons werken en gewoon het werk goed snappen. En een beetje ook de taal spreken, dat helpt altijd enorm. Die kunnen soms even dingen net wat anders zeggen dan dat wij dat zeggen. Wat zouden jullie bij de gemeentes anders willen? Om te zorgen dat je bij de ene wel binnenkomt en bij de ander weer niet? Nou, het allerbelangrijkste vind ik in ieder geval dat alle gemeenten gewoon in ieder geval zich open gaan stellen. Om ook gewoon particuliere werkgevers beschut werk aan te laten bieden. Ik denk dat daar al, volgens mij doen jullie dat heel goed, als ik het zo hoor. Maar daar zit onwijs veel winst nog. Zijn bij kleine gemeenten, denk ik, of niet? Het is wel vrij. Nou, dit is in dit geval lopen wij hier tegenaan met gemeente Den Haag. Dat is niet echt een kleine gemeente. Nee, dat is een grote gemeente. Ja. Ja. Trouwens, even, want er worden heel veel dingen gedeeld. En dan ga ik daarna naar jou. Heb je nou thuis een vraag? Ga dan even naar menti.com. Die staat gewoon de hele avond open. En gebruik even de code 25758268. En stuur je vraag in. Komt hier op mijn scherm. En dan gaan we hem betrekken in het gesprek. Dat moet ik even doen. Jij mag reageren. Ja, ik wilde zeggen dat soms juist ook de gemeentes of de gemeente beperkt denken in wat zo'n beschut geïnitieerde kan. Dus als je vanuit de gemeente al die instelling hebt, ja, dan ga je natuurlijk inderdaad niet in gesprek met de particuliere werkgevers om daar mogelijk die mensen te plaatsen. En dat komt vaak ook wel weer, of is weer zo bedacht vanuit het financieel oogpunt, hè, dat het te duur zou zijn. Tot ik denk, ja, uiteindelijk krijg je daarmee alleen maar meer mensen op de bank en in de bijstand. Wat ook veel geld kost. Ja. Ja, terwijl ik denk dat er juist in die groep particuliere werkgevers onwijs veel intrinsiek gemotiveerde mensen zitten die gewoon op kleinschalige basis plekken kunnen bieden, specifiek voor deze doelgroep. Dat pleit toch ervoor dat je eigenlijk niet per se met quota moet gaan werken, maar met gemeentes die openstaan voor die bedrijven. En de bedrijven een stukje meenemen in die begeleiding. Ik denk dat het beide noodzakelijk is. Okay. Ja. Ik wil nog even naar Peul, want ik zie jou best vaak knikken. Van nou, daar wil ik wel iets over zeggen. en ik heb nog een vraag voor jou, maar wil je hierop reageren sowieso? Nou ja, ik ben het eens met Judith dat gemeentes meer kunnen doen om beschutte werkplekken bij reguliere werkgevers te organiseren. Vanuit Simpel Switchen organiseren wij onder andere Inspiratielab on Tours. En in dit kader zou ik een heel mooi voorbeeld willen toelichten. Waarin we de gemeente Almere het podium hebben gegeven om te vertellen over hoe zij het doen in de samenwerking met UWV. En wat daar heel mooi is, is dat de gemeente Almere, begint al op bestuurlijk niveau, is dat de wethouder zegt, iedereen die een indicatie krijgt, die wil ik dat die een plek ook aangeboden krijgen, dat we op zoek gaan. Ja. Dus die kijkt niet vanuit wat er in de ministeriële regeling staat in hoeveel aantallen, maar die zegt, we kijken vanuit wat de mens, wat de burger nodig heeft. Daar begint het. Daarnaast hebben ze een heel warm team in Almere, tussen gemeente en UWV. En het resultaat daarvan is dat er geen licht meer is tussen de aanvragen die binnenkomen en de positieve, dan wel negatieve indicatiestellingen die er worden afgegeven. Dus doe je goed aan verwachtingsmanagement en is de afspraak, zelfs als iemand een negatieve indicatiestelling krijgt, dan wordt er een gesprek aangegaan met die persoon over wat dan wel. En als je het hebt over de werkgevers, daar hebben zij de verplichting in de aanbestedingen opgenomen dat er een beschutte werkplek wordt gecreëerd. Dit is een soort proeftuin die jullie samen met Almere zijn opgestort? Of nee, Almere dat gewoon zelf heeft gedaan? Nee, dat doen ze geheel zelf. Geweldig. En we hebben dat pareltje ontdekt. Echt complimenten. En wat we dus nu proberen is te kijken, kunnen we nog meer gemeenten samen met UWV warm krijgen om dit mooie voorbeeld te gaan volgen? Nou ja, dat proces, daar zijn we nu mee bezig. Het is in de aanbesteding van de dagbesteding aanbieders. Hè? Dus ik ben een aantal jaar geleden bij de gemeente Almere geweest. Die hebben het inderdaad heel goed georganiseerd. Ja. In de aanbesteding van de dagbesteding aanbieders nemen ze eigenlijk mee dat je alleen wordt meegenomen in die aanbesteding als dagbesteding aanbieder als je een beschut geïndiceerde, een betaalde werkplek aanbiedt. Okay. En anders word je niet meegenomen in de aanbesteding. Waardoor je dus ook cliënten vanuit de gemeente misloopt. Ja. Dus uiteindelijk ga je elkaar zo helpen. Dat,
Het is een mooie manier om ook zeg maar, het WMO-gefinancierde werkveld te verbinden met het WMO-gefinancierde werkveld. Ja. Even nog even terug naar het Simpel Switch. Hè? Want ik weet dat het Simpel Switch is ook ooit bedacht, weet ik nog. Maar dat was dezelfde minister van Ark druk mee als waar wij het in het begin van de uitzending over hadden. En dat ging ook heel erg over het comfort bieden aan mensen en het zekerheden bieden aan mensen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, als we het hebben over de menselijke maat, is het een basisvoorwaarde waarvoor wij op aard zijn. Ja. Want wat is onze taak als gemeente, wat is onze taak als UWV, kijken naar de opgave in de buitenwereld. We zien dat er te veel mensen aan de kant staan die heel graag zouden willen werken. Maar dat wij vervolgens systemen creëren waardoor het onmogelijk wordt gemaakt. Ja. Maar hoe gaat het financieel dan? Want je hebt natuurlijk te maken met uitkeringen, toeslagen, salarissen. Wat zie je daar voor beeld in terug? Een heel complex beeld, dan kun je nog wel een dag vullen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is heel complex. Ja, nee, maar zie je dat mensen daar ook wat meer comfort krijgen door zo'n simpel switch? Nou, wat heel mooi is, nou hier achter mij zit een collega ook van het ministerie van SZW, is dat we vanuit Simpel Switchen, ik zei net al, het is een project samen met SZW, daar hebben we een werkplaats waar onder andere de Landelijke Cliëntenraad ook in zit, Cederen zit er onder andere in, VWS zit erin, VNG, nou, noem maar op een aantal partijen, waarin we dus ook aan het ministerie meegeven wat we daadwerkelijk mee tegenkomen in het werkveld. En een van de dingen die wordt meegenomen, of wat we hebben meegegeven, is het verrekenen van vakantiegeld bijvoorbeeld. Ja. Of het verruimen van de bijverdiengrens. Ja. Dus dat is wel echt heel echt vanuit Simpel Switch aangegeven om dat op te pakken. En gaat het ministerie er ook iets mee doen? Ja. En anders gaan wij... Dat is goed als het ministerie daar zelf op reageert. Dat is een beetje verstandig. Het is altijd gevaarlijk om iemand van het ministerie zo'n microfoon te geven. Want ja, we zijn hier om te luisteren. Daar nee, maar daarom krijgt u hem ook. Ja. Nee, heel goed. Ja, wat denk ik vooral heel erg belangrijk is als het gaat om beschut werk. Kijk, die voorziening is niet voor niks in het leven geroepen. We willen ook met die voorziening ook een groep beschermen. En als je alle mensen op één hoop gooit, om het zo maar te zeggen, en zegt we gaan niet speciale afspraken maken voor één groep. Nou, we zien hoe het met de banenafspraak gaat. Dan loop je ook het risico dat juist de mensen die... het een grootste afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het laatst aan de beurt komen om inderdaad aan het werk te gaan. Dus ik wil toch het beeld nuanceren dat beschut werk alleen maar... laat ik het zo zeggen, ik denk echt dat beschut werk gewoon belangrijk is. Voor een hele grote groep ook echt wel kansen vergroot om aan het werk te gaan. Maar waar wil je de mensen dan precies tegen beschermen? Nou ja, we zien dat het met de banenafspraak, dat soms werkgevers niet altijd even enthousiast zijn. Hè, om met percentages, om een aantal percentages te noemen. We zien dat 12% van alle werkgevers iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. Maar wat is de reden daarvan? Is daar dan verder op ingegaan wat de reden is? Ja, daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en die kent iedereen hier denk ik wel. Redenen zijn voor een heel groot deel ook aannames, hè, dat men verwacht... Ja, jij zei net al, mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om aan het werk te gaan. Maar jij weet veel beter dan ik als werkgever, als sociaal ondernemer, dat heel veel werkgevers het beeld hebben dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak ziek zijn, niet gemotiveerd zijn en het werk minder goed doen. Nou, de praktijk, en ik zie de werkgevers aan tafel knikken, die zegt gewoon wat anders. Mensen zijn minder vaak ziek en zijn juist heel blij. We hebben net twee voorbeelden aan tafel gezien van mensen die volgens mij met heel veel liefde hun werk doen. Dus aan de ene kant is het beeldvorming, maar aan de andere kant speelt natuurlijk ook wel, en daar moeten we ook eerlijk over zijn, spelen financiën ook een belangrijke rol. Dat geloof ik zeker, maar dat stukje beeldvorming wat je noemt, dat wordt juist gecreëerd door het bedenken van die indicaties en dat zo weg te schrijven met wat het inhoudt, dat iemand met een indicatie niet bij een reguliere werkgever kunt werken. Dus daarmee maak je het natuurlijk voor die werkgevers ook veel minder aantrekkelijk om het überhaupt aan te durven. Nou, ik weet niet of dat per se voor de beeldvorming zorgt. Het zal vast een rol spelen. Kijk, wij spreken heel veel werkgevers en dat doen we denk ik allemaal hier in de zaal. Wij horen inderdaad ook, hè, beeldvorming is inderdaad ook de andere kant op. Mm-hmm. Dat ook wel het beeld bestaat dat het allemaal moeilijk is en echt niet kan. Want als je kijkt naar de definitie van beschut werk, laten we wel wezen, dan staat daarin opgenomen dat beschut werk eigenlijk beschik, dat beschut werk is
waarvan je niet kunt verwachten dat reguliere werkgevers voorzien in de juiste randvoorwaarden voor mensen. Dus in de definitie van beschut werk zit eigenlijk al precies wat jij zegt. Hè? Ja. Het kan niet, om het zo maar te zeggen. En ik moet zeggen dat vanuit het ministerie wij echt wel met dit soort vraagstukken die hier nu aan tafel worden genoemd bezig zijn. Simpel switchen is iets wat heel erg belangrijk is, ook bij ons in het ministerie. Ik moet er ook wel bij zeggen dat een heel groot deel eigenlijk al kan, hè, als het gaat om de overstap tussen zorg en werk. Ja, dan zit het hem vaak ook in de inkoopafspraken die je maakt, de prikkels die je in je inkoopafspraken opneemt, ook aan zorgaanbieders, om mensen, als ze in dagbesteding zitten, de stap naar werk te laten zetten. Maar ik wil nog een vraag stellen, maar ik weet niet hoe u heet. Ik heet Salwa Shara. Oké. Okay. Ja. Nou, want ik zou me ook kunnen voorstellen dat je misschien ook van het ministerie wat meer aandacht zou moeten besteden aan bepaalde doelgroepen. Ik neem mezelf dan maar even als voorbeeld. Toen er een banenafspraak kwam, en ik heb natuurlijk zelf ook een beperking die heel zichtbaar is. Met mijn linker neem ik het overspoeld met allerlei mensen die iets wouden. Ja. En dat is natuurlijk ook makkelijk, hè? Want je kunt wel zien, schuif de stoel maar weg en zet er een beetje een microfoon neer en het gaat wel goed. Maar je hebt natuurlijk heel veel mensen met een onzichtbare kwetsbaarheid, waar het natuurlijk anders gaat. Ja, absoluut. Ja, en daar moet natuurlijk altijd heel veel aandacht voor zijn. Hè? Ik bedoel, alles wat je ziet, dat zie je en daar kun je rekening mee houden. Maar alles wat je niet ziet, dat is moeilijker voor iedereen. Ja. Dat klopt, ja. Kijk, de vraag naar beschut werk blijft stijgen. De plekken, die zijn niet toereikend. Dus de vraag is er, maar de aanbod is er niet. Ja, dat vind ik een heel grappige uitspraak. Dat hebben wij eigenlijk helemaal niet. Wij hebben enorm veel plekken, zowel in ons bedrijf, maar ook in bedrijven om ons heen. Mijn vraag aan jou is vooral, dat kan ook juist zijn, hè? Alleen, op de een of andere manier komt dat niet bij elkaar. Nee, dat ben ik met je eens. Wat ik een interessante vind, is hoe de definitie voor beschut werk nou eigenlijk ontstaan is. Wie heeft die bedacht? Ja. Want dat vind ik namelijk een tamelijk theoretische omschrijving. Ja. Ja. Terwijl ik denk, met de juiste begeleiding en met de juiste insteek kun je ook bij een reguliere werkgever, of het nou een sociaal ondernemer is of een regulier ondernemer, kun je beste voorwaarden creëren waaronder iemand best daar kan werken. Maar dat delen wij met elkaar. Vandaar dat we ook, denk ik, allemaal zeggen, vertrouw nou wat meer op die professional, die heel goed weet wie wat nodig heeft. En je leert het vaak juist in de praktijk. Hè? Want we werken bijvoorbeeld in Rivierenland sinds nog niet zo heel lang, maar samen met de VSO Pro-scholen. Want die moeten uiteindelijk ook gaan kijken, wat wordt het uitstroomprofiel richting dagbesteding, of wellicht toch beschut werk of indicatie banenafspraak. Die lopen nu bij ons stage, dus wel in ons ontwikkelbedrijf. Die waren bijvoorbeeld eerst soort van ingedeeld op dagbesteding. Dachten dat dat het hoogst haalbare was. Ja. Hebben een periode bij ons gewerkt. Dus echt in de praktijk kunnen ervaren ook wat is die begeleidingsbehoefte, belastbaarheid en alles. Komen uit op indicatie banenafspraak. Ja. Ja, absoluut. Terwijl dat die normaal gesproken misschien dus in die dagbesteding waren weggezet. In die praktijk leer je iemand echt kennen. Ja. Kun je ervaren wat er wel of niet in zit, wat er mogelijk is. Exact. En is ook weet je jouw ervaring, Walter? Ja, zeker. Ik zie je een beetje stevig knikken. Dit is zeker ook mijn ervaring. Ja, dit is ook. Wij krijgen nog best wel vaak. Er zit natuurlijk een instrumentarium aan deze doelgroepen vast. Met proefplaatsingen, leerstages, noem maar op. En dat heeft heel veel weerstand soms. Maar die zijn er echt niet voor niks. Dat is in veel gevallen heb je dat gewoon even nodig om met elkaar te kijken, joh, wat kan je, wat vind je leuk, waar ben je goed in, wat zijn de valkuilen. En dan kun je het passend maken. Maar Als ik aan jullie alle drie zou vragen, want ik vind het ook belangrijk om echt vanuit ook de praktijk mee te nemen. Net zoals ik dat van mensen zelf wil weten waar ze tegenaan lopen. Waar we nou op dit moment het meest tegenaan lopen? Wat moet er nou echt anders? Ja, ik kom toch elke keer weer terug op schrap die indicaties en kijk naar de persoon. Dus er zouden wellicht meer instrumenten bedacht mogen worden, zoals bij ons heet het dan praktijkobservatie. Ja, dat iemand 3 maanden lang in de praktijk kan gaan ervaren wat hij wel en niet kan. Ja. En ook naar de persoon kijken, niet naar de indicatie. En dat juist ook richting de werkgevers, want als je die indicatie leidend laat zijn en zo'n werkgever gaat het internet op. Dood. Ja, precies. Dan denk je, oh nee, dat durf ik niet aan te beginnen. Dus echt denken vanuit de persoon, in gesprek met de persoon. Mogen we dit heel even afmaken, want die vind ik heel mooi. Ja, ik wil het een rondje. Ja, dat vind ik ook wel goed, hè. Ja. Mag ik zo meteen een vraag stellen? Ja, mag. Maak even het rondje af, kom ik dan bij jou. Ja.
Nee, nou, ik denk we moeten het hele systeem ontschotten. Mm-hmm. Dus we moeten ophouden met... ten eerste, de financieringsmodellen moeten veel meer op elkaar aangesloten worden. Er moet gezocht worden naar een klantreis. Iemand start ergens en waar die uitkomt, dat ziet hij gaandeweg wel. Dat hoef je allemaal niet te voorspellen. Dat is voor mij namelijk ook niet voorspeld. Nee. Dus ik koos gewoon een weg. En nou, daarin vond ik mijn weg, kwam ik uiteindelijk bij... Dat jij noemt u, ik noem het UW. En dat is heel fijn. En dat is ook heel fijn, want dat geeft namelijk het concept dat je altijd wel goed terechtkomt. Dat is denk ik wat iedereen nodig heeft. En dat moet je met elkaar organiseren. Dus je moet ophouden met mensen in een WMO-populatie en in een WNI-populatie te verstoppen. Je moet zorgen dat er verplichte samenwerking is tussen die partijen. Maar ik ben heel blij met die aanbestedingen. Dat is bij ons volgens mij niet zo. Dus de zorgpartijen hebben gewoon volledige financiering. En nou ja, dan zien we wel wanneer iemand doorgaat of niet. Dus dat vind ik. En de samenwerking met de werkgevers. Ik denk, je moet gewoon een passende plek hebben. Dus ook de ontwikkelbedrijven hebben gewoon een heel scala aan bedrijven om hen heen. Of het nou sociale ontwikkelbedrijven zijn of gewone bedrijven. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Als ze maar een passende plek hebben voor deze persoon. Ja, en een passende plek en ook een passende betaling. Maar dat hoor ik vaak terug. Ja, nou dat vind ik nog wel een probleem. De CEO aan de slag, waar heel veel beschutters invallen. Ja, ze gewoon... Wij hebben echt discussies daarover. Hoe lang houd je iemand in die CEO? Ja. Dat is gewoon onmenselijk. Ja. Ja, maar dat doet ook wel iets met bestaanszekerheid. Want natuurlijk de LCR is ook weer... Maar daarom vraag ik deze... daarom stel ik deze vraag ook. Mm. Want ik wil ook gewoon... Het rapport wat we hebben opgesteld, komt eigenlijk, wat jullie zeggen, komt daar heel goed naar voren. Maar het is ook goed om van jullie juist als professionals te horen waar jullie tegenaan lopen. En ik ben blij dat hier echt een enorme steun voor de route die wij ingeslagen hebben hier ook laat zien. Maar ik ben het eens met dat ontschotting zeker bijdraagt. Wat heel mooi zou zijn, is als we ooit een keer naar een systeem kunnen wat zich echt richt op de mens. Ja. En op de ontwikkeling van die mens. Ja. En waar wij bijvoorbeeld heel erg tegenaan lopen met dagbestedingspartijen, is dat zij gewoon zeggen, ja, we hebben wel mensen die door kunnen stromen naar betaald werk, maar die zijn gewoon hartstikke noodzakelijk voor ons operationele proces. Heb ik ook al aan het je kunt het zo uitdenken. Zo erg is dat. Ja, maar ik ben wel even benieuwd, hè, want wij zitten wel eens vaker aan deze tafel. En het gaat al heel vaak over ontschotten van budgetten, meer vanuit de mensen beredeneren, minder vanuit de regels. Merk het allemaal voor de volle 100.000. Tegelijkertijd, zodra het over hun organisatie gaat, dan gaat dit worden. Ja. Dit is dus echt het werkelijke probleem. Hmm. Ja. Goed. Maar je moet het echt, en dan moet de politiek ook wat doen, denk ik dan. Ja, ik vind, in Utrecht hebben we juist helemaal niet meer. Dan moet je juist zeggen, als UW zeggen we dat ook. Kijk, iemand moet landen op de best passende plek. Dat kan bij ons zijn, het kan bij jou zijn, het kan bij een andere werker. Daar moet je naar zoeken. En je moet wel met elkaar de garantie. Dus wij hebben bijvoorbeeld aan de gemeente Utrecht beloofd, als wij iemand in dienst nemen, laten we hem nooit meer los. Okay. We zorgen ervoor dat hij niet meer terugkeert in de uitkering. Omdat we dat namelijk, dat vinden we de taak van de, zeg maar, de vangnetbedrijven. Zo noemen wij ons ontwikkelbedrijf. Ja. Als het ergens niet lukt, moet iemand altijd bij ons aan het werk kunnen. Punt. En dus moet je zorgen dat je niet dat draaideursysteem krijgt. Nee. Nou, zolang er financiering is en subsidies en alles, dan mag je ergens werken. Nou, daarna ga je gewoon weer terug naar het systeem. En daar moeten we echt, denk ik, met elkaar wel een keuze in maken. Dat we dat gewoon niet meer willen. Nee, er was nog een vraag in de zaal. Ja, je had het net over het schrappen van die indicaties. Hè? En ik kan me daar heel veel bij voorstellen. We hebben daar in het ministerie ook best wel veel gesprekken over. Waarbij, en het is echt oprecht uit, omdat ik denk dat je daar ideeën bij hebt. Als die indicaties geschrapt worden, hè, hoe kunnen we anderszins dan toch iets van een stok achter de deur houden, zodat mensen die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wel aan het werk komen? Wat zijn jouw beelden daarbij als we die indicatie en daarmee ook eigenlijk het recht op werk voor deze groep laten vervallen? Hoe beschermen we ze ook om toch die stap naar werk te kunnen zetten? Wat is daarvoor nodig? Ik denk juist ook wel om ontwikkelbedrijven in stand te houden, maar die als vangnet te laten fungeren. Zo werken jullie bij in Rivierenland ook. Maar dat hoeft dan niet alleen te zijn voor mensen die een indicatie hebben. We hebben onlangs bijvoorbeeld ook iemand gehad die was heel zwaarlijvig, kon daardoor niet aan het werk, was al bezig met een dieet, maar ja, ondertussen zat die man eigenlijk alleen maar thuis op de bank. Die hebben gewoon een tijdelijk dienstverband bij ons aangeboden in ons ontwikkelbedrijf, terwijl dat hij niet de passende indicatie had.
is verder gegaan met zijn vitaliteitstraject en vervolgens nu regulier aan het werk te gaan. Ja. Maar je staat dus open voor alle mensen die dat net even nodig hebben. Misschien een half jaar, een jaar, misschien sommigen zelfs 4 jaar. Maar die optie houden, dat zorgt denk ik voor een stukje veiligheid voor de mensen die echt een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Of die afstand nou ook tijdelijk of niet tijdelijk is. Maar vervolgens echt wel vooral met de mensen gaan kijken die vaak juist nog beter op hun plek zijn bij die reguliere werkgevers. Want zet 40 mensen met een behoorlijke arbeidsbeperking in één hal om productiewerk te laten doen. Nou, dat is ook echt niet altijd een pretje hoor. Want die hebben ook allemaal invloed op elkaar en dat is ook niet altijd heel positief. Dus ik denk, nou, om jouw vraag te beantwoorden, om een stukje veiligheid te creëren. We hebben allemaal recht op werk, zij inderdaad ook. Dat vangnet houden en van daaruit wel verder te blijven kijken. Ja, ik heb ook nog even een vraag richting het ministerie misschien. Ja, misschien wil ik voor de mensen thuis dat we even helder hebben wie de vraag stelt. Want ja. Oh. Je hoort mijn scherm voor mensen niet duidelijk aan het ministerie. Wie nu met wie spreekt. De verpersoonlijking van het ministerie. Maar ik vind wel heel stoer dat je hier zit en met ons meedenkt. Ja, dat wil ik ook even gezegd hebben. Ja, nee, zeker. Zeker. Hey, is het niet ook een deel van de oplossing om te kijken of je de maatschappelijke baten van het in dienst nemen van deze doelgroep, of je die niet veel meer kan laten landen bij de partijen die dat doen? Het moment dat je indicaties loslaat, dan moet het wel voor de markt gewoon interessant blijven om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Dat ben ik heel erg met je eens. En volgens mij kan je dat doen door de maatschappelijke baten die er zijn van het in dienst nemen van deze mensen om die veel beter te laten landen bij werkgevers. Wat je nu merkt is dat het gewoon heel veel werkgevers tegenhoudt om met deze doelgroep aan de slag te gaan, omdat het gewoon heel veel geld kost. Het is gewoon heel bewerkelijk. En wat je dus ziet is dat er wel hele grote maatschappelijke besparingen gemaakt worden als we dit op grote schaal gaan doen. Dus volgens mij moeten we daar met z'n allen naar kijken, om te kijken kunnen we niet daar een modus in vinden. Dat we die maatschappelijke baten met elkaar gaan delen. En ook de inzet van loonkostensubsidies. Hè? Dat kun je dan ook in die zin breder inzetten. En dat hoeft ook niet voor altijd te zijn. Wat nu vaak wel zo is. Je hebt een indicatie, dus je hebt een verminderde loonwaarde. Dus heb je altijd recht als werkgever op loonkostensubsidie. Terwijl dat daar ook ontwikkeling in mogelijk is. Dat wordt in Utrecht gewoon ieder jaar herzien hoor. Ja, dat heb je zeker niet voor het leven. Dit wordt. Kijk, ik denk eigenlijk, want jouw vraag van kunnen we de indicatie loszetten? Ja, dat kan. Want je hebt namelijk in alle gemeentes een enorm instrumentarium aan ontwikkelbedrijven. Die zijn heel goed in staat om samen met de mensen te kijken naar wat kun je, wat vind je lastig, wat zijn je talenten, waar zou je willen werken, hoe kan het. En op basis daarvan zou er een vaststelling gemaakt kunnen worden. En die kan in eerste instantie zelfs tijdelijk zijn, want zo werken wij nu ook met Utrecht. Dat we zeggen, tijdelijk krijg je gewoon forfaitair een bedrag. Je gaat 6 maanden met iemand aan het werk. En na 5 maanden wordt er een loonwaardemeting gedaan. En dan wordt er gewoon gekeken van, nou, als je op het werk landt waar je heel erg blij van wordt, wat is dan de loonwaarde die je opbrengt? En dat is een interessant model om in ieder geval te overwegen. Want daarmee haal je hem even uit de indicatie. Mm-hmm. En dan wij maken voor iedereen een ontwikkelplan waarin we ook opnemen, waar wil iemand naartoe? Waar zit hij nu? Hoeveel begeleiding heeft hij nodig? Is dat in het werk? Is dat structureel? Is het tijdelijk? Wat verwachten we aan maximale loonwaarde? Dus het is ook wel een klein beetje, heb nou weer eens een beetje vertrouwen in gewoon, we hebben 80 sociale werkbedrijven of ontwikkelbedrijven zoals we het nu noemen. En die zijn heel goed in staat om, nou, veel meer vanuit de regierol daarop te kunnen werken. Ik begrijp dat je best kaders zoekt, hè, maar zij hebben de kaders al gevonden. Nou, mijn dus vraag lag eigenlijk anders. En wie stel je die vraag? Maar dan ga ik even in beide dames eigenlijk. Mijn vraag is meer van, want jullie begonnen het gesprek heel mooi en heel terecht ook met, we hebben de mensen, alleen zijn er onvoldoende prikkels voor gemeenten om mensen daadwerkelijk aan het werk te helpen. En mijn vraag is, hoe zorgen we voor de goede prikkels aan de kant van de gemeente, dus echt een stap voor jouw verhaal, om zonder indicatie alsnog mensen zeg maar de stap naar werk te laten zetten? Ik heb helemaal niet het idee dat mijn gemeente een probleem heeft met prikkels. Die willen heel graag dat al die mensen aan het werk gaan. En soms moet je met elkaar wel een beetje stoeien op hoe moet je het nou inrichten. Wij hebben best wel lang ook discussie gehad over, iemand heeft geen indicatie, zit wel al 100 jaar in de bijstand, maar heeft formeel geen afstand tot de arbeidsmarkt. En op een gegeven moment zei ik gewoon, nou dan hou je die toch lekker. Maakt mij niet uit. Even gechargeerd, hè? Want voor die mensen is het wel heel vervelend. Want ik hoor van die meiden die net hier aan tafel zaten, dat die heel blij worden van werk. Ja.
En op basis daarvan dachten ze, ja, dat is misschien inderdaad ook wel een interessante aanpak om gewoon eens vanuit een, op een andere manier er naar te kijken. En dan met elkaar te bekijken van, oké, hoe kun je nou, hoe maak je inderdaad zo'n aanpak met elkaar? En dat vind ik juist, nou ja, goed, wij hebben daar nu met Utrecht echt een enorm goede samenwerking op. Nou, ik denk niet dat het alleen gemeente, samenwerking hoor. Is. Ik hoor jullie heel duidelijk ook aangeven dat jullie met elkaar afspraken hebben gemaakt. Zeker, tuurlijk. En als die afspraken er al zijn, dan kunnen alle andere gemeenten eigenlijk dezelfde afspraken ook met elkaar maken. En dus heeft het ministerie wel degelijk de kaders waarbinnen ze toch die veiligheid kunnen bieden, maar ook houvast hebben. Ik begrijp best dat als het om gemeenschapsgeld gaat, dat je als Rijk een beetje grip wil houden. Maar niet door voortdurend bijna op millimeter te proberen het in de hand te houden. Ja. Maar de ruimte te geven waarbij zij, de professionals, daarmee uit de voeten kunnen. En afspraken die hebben ze gemaakt, maar dan wel gericht op de regio waar ze zitten. Gericht op de mensen die ze willen dienen. Ja, dat kun je gebruiken als voorbeeld. Maar er zijn wel, er zijn echt wel gemeenten die prikkels niet voelen, hoor. Dus als ze echt kijken naar de beschut geïndiceerden, dat ze voor die doelgroep nu vrijwel niets doen. Ik ben niet helemaal totaal op de hoogte van het hele financiële plaatje, maar wat ik dan terughoor is dat het financieel niet haalbaar is om voor die doelgroep iets te betekenen. Dan is het uiteindelijk voordeliger om ze een bijstandsuitkering te verstrekken. Maar even terug, hè, want ik probeer toch een beetje, want het gaat een heel leuk dynamisch gesprek. En daar zijn we hier ook voor. Hè. Maar dit is een goed gesprek, want uiteindelijk zijn het wel die gemeentes die het niet dus leveren, die precies dat doen waar zij bang voor is. Nee, zeker, zeker. Alleen ik wil ook even naar die werknemerkant. Hè. Want hoe zorg je ervoor dat ook die werknemer die juist de prikkel krijgt, nou, u zei het al iets over de CAO's, dat ze ook die stap maken naar werk en ook dat niet alleen vandaag doen of morgen, maar ook dat het ook echt een duurzaam karakter heeft. Hè. Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Nou, dat is wel een interessante vraag. Kijk, op zich, wij proberen altijd indoor en uitstroom. Dus wij proberen iemand stroom bij ons in, blijft zolang het nodig is en gaat daarna zo snel als het kan naar een reguliere werkgever. Met of zonder voorzieningen en met of zonder begeleiding. Want dan kan je namelijk iemand gewoon in het loonhuis of in het functiehuis laten vallen waar iemand aan het werk gaat. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn, vind ik. Ja. En ja, hoe we dat met die CAO gaan doen, ik heb geen idee. Dat, CAO is inderdaad flut. Dat is echt. Ja. Nou ja, er zit pensioen in, dat is al een stap vooruit. Ja. Dat die CAO volgens mij heel erg mist, is een component waarin je op een fatsoenlijke manier met elkaar kan werken aan detachering. En wij hebben er bewust voor gekozen om ons bedrijf in de uitzend-CAO te stoppen. Ja. Wat een hele rare keuze. Het klinkt als een hele rare keuze, want het is een van de meest schrale CAO's die er is. Maar er zitten een paar uitzonderingen in, en als je die toepast, dan wordt het ineens gewoon een hele interessante CAO. Ja. Daar zit je pensioenopbouw in, daar zitten al je nette rechten in. En je maakt gebruik van de inlenersbeloning. Je gaat mensen gewoon altijd, waar ze ook staan, in het functiehuis laten vallen. Ja. Waar ze werken. Ja. En dan wordt waardoor het, ze ook kunnen klimmen. Dus. Ja, zeker. Ja, precies. Zeker. En dat is bij die CAO aan de slag niet. Gewoon vrijwel niet. Beperkt, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, dan ga ik naar een beloningsstructuur toe die past bij iedereen. Want dat kent natuurlijk de reguliere banenwerk, die kent natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja. Er is nog, ik ken uw naam niet, maar u was volgens mij de werkbegeleider. Ik ben de werkleider. Van Miranda. Ja. Van Miranda, ja. Ik heb een vraagje. Ik heb op dit moment ongeveer 30 mensen met een werkervaringsplek bij de afdeling Post. Eigenlijk komen de mensen binnen bij ons zonder werkervaring op het gebied van sorteren. Wij sorteren voor PostNL. En wij gebruiken dat eigenlijk om de mensen te ontwikkelen. En niet direct voor PostNL, maar eigenlijk voor algemeen meedoen. Dus op zoek naar belastbaarheid, wat kunnen jullie? En ik zeg altijd, als de mensen binnenkomen, alles wat je doet is een cadeautje. Je staat er bovenop en je mag gaan proberen wat je kunt. We hebben het niet over productiviteit, we hebben het over je mag meedoen. En wat je ziet is bij die groep wat bij ons binnenkomt, is dat ze in één keer van allemaal negatieve ervaringen uit het verleden, in oude banen of nog nooit gewerkt hebben. De groep wat ik hier heel weinig hoor is de anderstalige. De mensen met, die moeite hebben met het Nederlands te begrijpen. Ik zeg altijd, bij ons gebeurt het met handen en voeten, proberen we eruit te komen. We horen de Arabische woorden van alles. Gebarentaal, er wordt van alles geprobeerd. En wat wel het mooie is wat je bij ons ziet, is dat mensen van en met elkaar leren. Je hoort het vaker op school, maar Miranda is bijvoorbeeld een van de toppers.
die wat bij ons begonnen is. Het is talentontwikkelplek, topper. Ik moet zeggen, het klinkt ook een keer positief. Hè? Want mensen komen bij ons binnen en moeten. En ik zeg altijd, we gaan beginnen met keuzes. Wanneer kunnen jullie, wat kunnen jullie? En laten we maar eens beginnen en kijken hoe het loopt. En ik denk dat dat veel meer de benadering is. Het gaat niet erom wat je gaat doen. Het gaat erom dat je mee gaat doen. Dat je weer het gevoel hebt ergens bij te horen. En als je dat maar genoeg prikkelt, dan willen mensen uiteindelijk ook werk vinden. Ja. Wat ik prettig zou vinden is als UWV heeft allerlei maatstaven wanneer mensen wel of niet onder beschut vallen. De taalachterstand, als ze dat hebben en er zit niet direct een medische noodzaak onder, is al lastiger. Terwijl die mensen misschien nu heel erg gebaat zijn bij beschut met veel begeleiding. Terwijl ze over een tijdje misschien wel zonder beschut verder kunnen. Dat stukje mis ik in de hele wetgeving. We hebben het over medische urenbeperking. Medische urenbeperking onder de 20 uur bestaat niet. Want het is altijd 20 uur. Miranda werkt er 9 of ze zit nog op 12. Hè? Maar het wordt misschien dadelijk 9. Dan val je eigenlijk alweer. Beschut aanvragen is minimaal 12 uur. Tenminste, zoals het ons vertelt. Dus ik zeg al, er zijn best wel wat haken en ogen. Als je wilde mensen meedoen, ook 12 uur is meedoen. Ja. Is ook een netwerk hebben. Zeker. Op het moment dat Miranda huishoudelijke hulp heeft, kan ze door blijven gaan met werken. Maar ja, het kost tussen aanhalingstekens geld. Maar wat is nou belangrijk? Dat ze mee kan blijven doen of dat ze weer thuis zit? En dat ze haar eigen huis kan poetsen? Ik heb wel eens aan tafel gehoord dat de overheid ook meer moet kijken, en wij allemaal misschien, naar het rendement van maatwerk. Ja. En dan zeg je, van jongens, misschien moeten we aan de voorkant iets meer investeren. En dan kost aan de voorkant misschien wel iets meer, maar aan de achterkant misschien wel veel meer de reus. Ja. Of denk ik niet te simpel? Af en toe is het heel simpel. Ja. Alleen we maken het moeilijk. Ik heb een zus die wat een waarjonger is, nog de oude regeling. En ik heb ieder jaar de stress meegemaakt dat er een herkeuring was. Ja. Ja. Uiteindelijk zei ze op een gegeven moment tegen iemand bij het UWV, als morgen mijn autisme voorbij is, dan ga ik fulltime werken. En toen zeggen ze, ja, maar je autisme hou je, ja. Maar waarom moet ik je dan ieder jaar komen vertellen dat ik autisme heb? Ja. En soms gaat het niet om het feit dat je een vorm van autisme hebt of wat dan ook. Het gaat erom dat je leert. Een psycholoog zei het ooit tegen haar van, die psycholoog was 1,50 meter. Dan ben je officieel klein. Wat iemand moet leren is dat hij voor de bovenste plank een krukje nodig heeft. Of iemand wat officieel op 2,20 meter is, die moet leren te bukken. En ik denk dat je zo ook naar een beperking kunt kijken. Ja. Als mensen leren met een beperking omgaan, dan hebben ze de stoel altijd bij zich en kunnen ze heel veel. En we hebben het altijd over hetgeen wat ze niet kunnen, maar laten we kijken wat ze wel kunnen. En dat is iets voor heel veel werk. En ik denk ook misschien dat dat ook wel een hele mooie doelstelling is van beschut werken. Dat het gaat om mensen arbeid te laten verrichten in een hele mooie plek die past. Maar ook dat je de andere mensen de gelegenheid geeft om met elkaar in contact te komen. Want als je dat doet, volgens mij, maar breng gerust erin als jullie het anders zien, dan leer je elkaar ook ervaren in die zin. Ik denk van, hé, we zijn allemaal anders, maar wel gelijkwaardig. Zeker. En ja, voor mij is dat heel belangrijk. Het is misschien een beetje plat gezegd, maar uiteindelijk wil je eruit halen wat erin zit. Ja. En voor de ene persoon is dat toch blijven werken in het ontwikkelbedrijven. Voor de ene persoon is het misschien 9 uur maximaal werken, maar dus wel in een functie die volledig past. En Sandra die past misschien beter in de productieomgeving. En Miranda bij de post. Je wil eruit halen wat erin zit. En die mogelijkheid wil je ook krijgen. Zeker. Dat vind ik het belangrijk. Wil, jij wil nog iets zeggen volgens mij. Ja, een kleine correctie op wat Judith eerder zei. Met excuses Judith. Het is vooral een aanvulling dat in Almere alle aanbestedingen van de gemeente de verplichting is dat er een beschutte werkplek wordt gecreëerd. En dat maakt het mogelijk dat de beschutte werkplekken maar voor 40% bij de ontwikkelbedrijven worden geplaatst en de rest bij reguliere werkgevers. Dus daardoor creëren ze een hele grote pool van reguliere werkplekken. Dat is tof. En dat is zo succesvol dat ze dat willen ophogen. Ja. Mooi. Verder nog, vragen uit de zaal. Maar we lopen zo langzamerhand ook aan tegen het einde van deze uitzending. Mensen uit de zaal. Niemand meer. Dan ga ik allereerst mijn gasten bedanken van zowel blok 1 als blok 2. Dank dat jullie allemaal hebben willen komen vanavond. En ik ga toch even ook naar jou toe, Fatma. Want ja, het was een boeiende uitzending. Het was zeker een boeiende uitzending. Ik ben ook ontzettend blij met alle gasten die hier vandaag aanwezig waren. En dat we hier
ook zo'n belangrijk onderwerp goed hebben kunnen uitdiepen. Want uiteindelijk gaat het om die mensen die gewoon mee willen doen in de samenleving. En als we dat allemaal ingewikkeld maken, al die systemen, en vervolgens voortdurend het wantrouwen voorop stellen in plaats van het vertrouwen, dan komen we nergens. Uiteindelijk geluk van de mensen die ik zojuist eerder, Miranda, Sandra, in hun gezicht, in hun stem hoorde, is onbetaalbaar. Ja. Ja, en als de mensen die het goed doen, leren van de mensen die nou misschien iets beter kunnen doen, dan is het misschien ook wel zo dat we echt van elkaar leren, ook met elkaar een olievlek maken, zodat wij iedereen die beschut wil werken daar ook een mooie plek voor kunnen bieden. Maar daar gaan jullie uiteraard ook mee verder. Jazeker, niet voor niets het rapport opgesteld. Hartstikke goed. Maar ook vandaag weer hele mooie invalshoeken gezien, om het nog beter voor het voetlicht te brengen. Mooi. Dank jullie wel. Ja, en daar is de nieuwe solidariteit voor bedoeld. Hè? Zo is om, dingen op te halen, mee te nemen en verder te brengen. Goed. Nogmaals dank aan mijn gasten. De dames met ervaring in beschut werken vanuit blok 1. Jullie deskundigen, ook de mensen in de studio. Zelfs iemand van het ministerie, ze zorgde voor een stukje extra dynamiek. Dank allemaal. U thuis ook heel veel dank voor het kijken. Dit was de laatste uitzending van de nieuwe solidariteit van dit jaar. Samenwerking tussen Pakhuis en Zwijger en de Landelijke Cliëntenraad. Maar niet getreurd, want ik hoorde uit zeer betrouwbare bronnen dat wij volgend jaar gewoon weer terugkomen. Zo is het. Voor nu zou ik willen zeggen, fijne feestdagen allemaal. Doe geen gekke dingen met vuurwerk, maar dat is niet goed. En heel graag tot volgend jaar. En dan zien we elkaar heel snel weer terug. Fijne avond allemaal. Doeg!